Don't get them mixed up. Make sure you're not in the same truck. Het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan is bergachtig. De weg naar Pakistan loopt door de Khyberpas. Een paradijs voor handelaren, bandieten en smokkelaars. Er worden veel gestolen auto's gesmokkeld. De auto's worden eerst gedemonteerd en in delen door de bergen naar Pakistan gebracht. Daarna worden ze voor $45 te koop aangeboden. Twintig uur later rijdt deze auto in Pakistan weer gewoon rond. Veel auto's zijn gestolen van de in Afghanistan actieve hulporganisaties. Hier in de bergen begint onze volgende missie. Een van de huurlingen heeft gehoord over een wapenopslagplaats. Het is een lange mars, af en toe onderbroken door een theepauze. Groene thee is bijna heilig voor de Afghanen. This is Abdul Walik's man. There. That's either one of his men or Pakistani border patrol. We're not sure. We're not sure how close we are. Come on, Get him the fuck out of here! Get the fuck out! Hey! I got it. You find bunch of shit to it. Yeah, more drones. We got a bomb here. We'll give it to one of the women. We got rounds back here. Back here. Has anybody been in here? Nobody's been in there yet. All right. Stay. You stay there. Stay. We got a box full of ammo here. Drie mannen zijn het dorp uitgevlucht. Ze kennen de streek als hun broekzak, de Amerikanen niet. Het is een kat-en-muisspel, net zoals ze ook Osama bin Laden al 2 jaar lang niet kunnen vinden. I think he probably hightailed it across the wadi. Okay. Right back out here. Yeah, go ahead. Hey, fuck it, he's gone, man. He had a brown cloak on like that. Didn't have a turban on. Hey, he's long gone, man. Maar de Amerikanen vinden wel een kleine voorraad 82 mm granaten en munitie. This is what you're looking for? Part of it, plus small arms. What is it?
These are 82 millimeter mortar rounds. In good shape too, you can tell by looking at them. No rust. So they get paid to store it? Do you know? I don't know. We don't know yet. That's what we'll figure out. Whether the sellers, the movers, or just the stores. Let's go. If you're standing around, tell them grab something. Get out of here. De dorpelingen krijgen waarschijnlijk geld om de wapens op te slaan. Bovendien kunnen ze zo'n verzoek van het gewapend verzet maar beter niet weigeren. Alles wordt overgebracht naar de munitieopslag van de Amerikanen. Na 20 jaar oorlog komt de wederopbouw van het land maar langzaam op gang. Door de conflicten tussen de Amerikanen en verschillende Afghaanse groepen en tussen de krijgsheren onderling krijgen premier Karzai en de buitenlandse hulporganisaties niet de kans om de wederopbouw goed aan te pakken. Het Westen heeft in 1 jaar 10 miljard dollar gespendeerd aan militaire operaties in Afghanistan. Slechts 1/10 van dat bedrag is gebruikt voor de wederopbouw en humanitaire hulpverlening. Toch houden de Amerikanen vol dat ze constructief werk doen. Volgens de tipgever zijn 2 bommen Jalalabad ingesmokkeld en verborgen in een gebouw op slechts een paar honderd meter van het Amerikaanse hoofdkwartier. Jim John says we need guys out at the front gate. I got nobody to secure the friggin' road. Binnen enkele minuten is de missie voltooid. De Amerikanen vinden 2 primitieve spijkerbommen en wat munitie. Remote.